Het BISOP, het Bureau Inkoop en Aanbestedingen, een samenwerkingsverband van gemeenten, vierde op donderdag 6 februari het 10-jarig bestaansfeest. En dit werd gevierd in de Ruchten in Zomeren. De commissaris van de Koning, Wim van den Donk, sprak tijdens deze feestelijke bijeenkomst. Hoe belangrijk is dit nou voor gemeentes? Nou, ik ben hier graag gekomen, want die doen al 10 jaar uitstekend werk. En samenwerking tussen gemeenten is iets wat we als provinciebestuur ook buitengewoon aanmoedigen. En vanmiddag is wel gebleken dat er een heel goed verhaal bij te vertellen is. Je kunt het natuurlijk over de duim al uitrekenen dat als je samen inkoopt dat dat slimmer is. Maar het is niet alleen goed voor de kassa. Je ziet dat allerlei ingewikkelde vragen van hoe koop je nou met elkaar bijvoorbeeld straks goed zorg in. Hè? Dat zijn geen potloden of emmers. Dat gaat echt om een ingewikkeld vak dat je doet. En dat je dan met elkaar optrekt en van elkaar leert over hoe je dat steeds beter en goed doet. Daar verdient dit samenwerkingsverband een groot compliment voor. En ik was ook een beetje gekomen om er zelf wat van te leren. Ik ga wel weer geïnspireerd terug naar Den Bosch, om het ook in andere gemeenten is te zeggen, god, doen we dat eigenlijk goed genoeg? Hè? Zeker nu het heel belangrijk aan het worden is, denk ik dat BISOP, onder leiding van burgemeester Veldman, maar hier in Zuidoost-Brabant met 10 gemeenten begonnen, nu al wat groter, ja, een fantastische klus gedaan heeft. Erg inspirerend. Ja, u hoorde professor Wede al zeggen dat het bij provincies gaat het redelijk goed, maar bij kleinere gemeenten is het toch wel vrij lastig gebleken. Ziet u dan dat dit soort organisaties inderdaad meer zouden moeten voorkomen? Nou, ik denk inderdaad dat je, kijk, samenwerken is in algemene zin wat we graag zien. Ik denk dat BISOP wel een inspirerend voorbeeld is voor andere delen van Brabant. Misschien provincies doen het goed, maar ook wij laten nog wel eens een steek vallen. Of, kan het ook anders zeggen, moeten blijven nadenken of we het wel goed genoeg doen. Dus zo'n kleine conferentie vanmiddag met een uitstekende speech van de hoogleraar en ook de onderlinge ervaringen uitwisselen. Ja, dat is iets waar je door zo'n samenwerkingsverband ook opnieuw bezielt en inspireert. Dat was een beetje de boodschap vandaag hier. Burgemeester, vandaag de 10-jarige verjaardag van de BISOP. U bent daar voorzitter van als een nevenfunctie van uw burgemeester zijn. Ja, dat klopt. Ik sta hier vandaag als een zeer trotse voorzitter van BISOP, Bureau Inkoop en Aanbesteding Zuidoost-Brabant. Wij vieren vandaag ons 10-jarig bestaan. Ja, ik heb straks professor Van Welen gehoord en die zegt dat het echt ontzettend belangrijk is voor gemeenten om dit soort dingen nou samen op te pakken. Nou, dat klopt. Hè. Als kleine gemeente kun je dat niet goed doen. Wij hebben jaren geleden al besloten, we gaan het samen doen. Eerst was de bedoeling, als we het samen doen, dan levert dat heel veel geld op. Het levert nog steeds veel geld op als we het samen doen. Maar veel belangrijker is nog, door het samen te doen, kunnen we ook veel meer waarde creëren. Kunnen we ook inkoop veel meer relateren aan een heleboel maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen. En dat lukt je niet als kleine gemeente. Daarnaast de wetgeving is heel erg ingewikkeld geworden. En doordat we dat samen doen met BISOP, dan hebben we toch een volume van 18 gemeenten, dik 400.000 inwoners, lukt ons dat op een uitstekende manier. Ja, want u vertelde, hè, uw argument destijds bij de gemeenteraad was, we gaan €25.000 bij besparen. Ja, dat was het, want ik moest ook aan de gemeenteraad vertellen, ja, dat wij lid wilden worden van BISOP. Ja, wat is BISOP dan? Ja, gezamenlijk inkopen. Ja, levert dat wat op? Nou, ik zei vast wel €25.000 per jaar. Maar dat levert ons dus honderdduizenden euro's per jaar op. Ja, want gemiddeld hebben we het over 17%. Als je ziet wat we allemaal inkopen, dat is een enorme bedrag. Ja, dat zijn enorme bedragen, hè. En juist door het samen te doen. En belangrijk is ook dat we niet alleen naar geld kijken, maar dat we ook naar waarde kijken. Het voorbeeld dat vandaag ook gegeven werd, of je nu papier inkoopt voor een kopieerapparaat, dat is natuurlijk wat anders dan dat je het vervoer van gehandicapte mensen inkoopt. Hè. Daar moet je op een hele andere manier naar kijken. Hè. Hele andere aspecten die spelen daar een rol bij. Zou je dan kunnen zeggen dat zo'n inkoopbureau wat zo dicht bij een gemeente staat, juist die maatschappelijke aspecten daardoor ook beter in het oog houdt? Ja, dat doen ze ook. Hè. Want het werd vandaag ook gezegd door professor Van Welen, dat heel veel kleine gemeenten de wetgeving niet naleven. Nou, daar is een BISOP-gemeente geen sprake van, want BISOP houdt ons scherp. Die adviseurs van BISOP, die werken in de gemeentehuizen, die nemen geen besluiten, die adviseren. Maar als we dingen dreigen fouten gaan doen, zullen ze onmiddellijk op het touw springen om te zeggen, gemeente, mag je niet doen, moet je niet doen. Nee, dus zodra je gemeente, bijvoorbeeld gemeente Zomer een inschrijving doet en een uitschrijving doet, dan ga je naar BISOP om daar advies te vragen. De mensen van BISOP zitten er altijd bij. Stel je voor dat we moeten een grote aanbesteding doen voor asfaltonderhoud, of we gaan een sporthal bouwen, of we gaan kantoormeubilair inkopen. De adviseur van BISOP zit erbij. En je doet het dan alleen als gemeente, of je doet het met 3 gemeenten, of misschien met alle 18 gemeenten tegelijk.
Zij zitten erbij als adviseur. Zij kunnen ook vertellen van nou, je moet die partij uitnodigen, die partij uitnodigen, die partij uitnodigen. Zorg ook altijd dat lokale partijen er ook bij zijn. Hè? Dat je ook lokale ondernemers de kans geeft. Nou, en dan ga je inderdaad de wedstrijd aan. En dan is natuurlijk geld is een belangrijke, maar niet alleen maar belangrijk. Wij kijken dus ook naar andere waarden, duurzaamheid. Kijken ook over de mensen die nu in uitkeringssituatie zitten, of die ook bij kunnen betrekken. Op die manier kijken we heel breed. Ja, nou zijn jullie gegroeid van 10 gemeenten naar zo'n 18 gemeenten. Ja, nou lijkt het daar een beetje bij te stoppen. Of willen jullie nou echt gewoon heel Brabant veroveren? Of is dit een bewuste keuze dat het zo op 18 zit? Nou, als wij gewild hadden, dan hadden we al 40 gemeenten gehad die lid waren geweest. Want ook uit Noord-Limburg, uit andere steken van Brabant, hebben ze bij ons aan de bel getrokken. Kunnen wij geen lid worden? Wij werken nu bijvoorbeeld ook voor gemeenten in Noord-Noord-Brabant. Uden, Schijndel, Veghel, Zetten-Gelre-Mors, daar werken wij voor. Die zijn geen lid van ons. Het is niet zo ver weg, dus je zou zeggen, kom erbij. Maar... dat is nou de afweging die we moeten maken. Willen wij dus echt groot worden? Dat kan natuurlijk, hè? Maar we hebben altijd gezegd, het moet stuurbaar blijven. En we moeten zorgen dat Bisop kwaliteit blijft bieden aan de aangesloten gemeenten. Ja, want die gemeenten zijn vertegenwoordigd in het bestuur van die Bisop. Ja, Bisop is een stichting. Nou, dat wil dus zeggen dat de stichting, de bestuur van de stichting wordt ook gevormd door de bestuurders van de gemeente. Iedere gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. En het dagelijks bestuur is een klein bestuur. Dat zijn 6 mensen, daar ben ik voorzitter van.